De Leidse schakers van LSG Intellimagic zijn voor het eerst in het 123-jarig bestaan landskampioen geworden. In het Denksportcentrum aan de Robijnstraat werden ze daarom gehuldigd. Wat betekent dit landskampioenschap voor LSG? Nou ja, dat is al verschrikkelijk bijzonder. Ik bedoel, we spelen nu bijna 20 jaar meesterklasse. En dan voor de eerste keer kampioen worden, dat is natuurlijk iets heel unieks. En jij vertelde tijdens je speech dat zo in 1996 de omslag is gekomen. Ja, dat was een jaar. We hadden toen een aantal jonge spelers, waaronder Edwin, die dus nog steeds in het eerste speelt. Een aantal jonge spelers die erbij gekomen is. En we zijn toen gepromoveerd naar de meesterklasse. En toen al, vlak na het 100 jaar bestaan, zeiden we tegen elkaar van ja, eigenlijk moeten we een sponsor hebben om echt mee te kunnen doen. Om zeker te weten dat je in de meesterklasse kunt blijven. Een van de werknemers die wij hebben, die speelt bij LSG. En die kwam een aantal jaren geleden naar ons toe of we het notenboomtoernooi wilden sponsoren. Omdat het toen de 75ste editie was. En ze wilden het wat extra feestelijk tintje geven. En daarna dachten we eigenlijk, dit is zo leuk. Hier willen we een vervolg aan geven wat meer continuïteit heeft. Dus toen zijn we het eerste team van LSG gaan sponsoren. En ja, de reden dat we een schaakclub sponsoren en niet bijvoorbeeld een voetbalclub of zo, is omdat wij een softwarebedrijf zijn. Dus we zijn eigenlijk altijd op zoek naar slimme mensen die een exacte manier van nadenken hebben, beta's. En dat is iets wat je in de schaakwereld natuurlijk heel veel tegenkomt. Dus in die zin zagen we de overlap eigenlijk wel tussen de schaakwereld en de mensen waar wij werkgever van willen worden. Nee, niet ongeslagen. Maar ik had het eigenlijk in het begin van het seizoen een beetje gezegd. Van als we als Kennemer wint van de latere kampioen, dan heb ik er totaal geen moeite mee. Dus wij hebben de afgelopen twee seizoenen van Kennemer gewonnen. En toen werden zij, in ieder geval één van die twee seizoenen, werden zij kampioen. En nu hebben zij van ons gewonnen, maar werden wij kampioen. Dus dat vind ik op zich een mooie, eerlijke verdeling. De 3 jaar is nog net niet voorbij. Maar eigenlijk al voordat ze kampioen waren geworden, waren we al van plan te verlengen. En we gaan het sponsorbedrag ook wat verhogen. Dus we zijn heel blij natuurlijk dat ze zo'n mooi resultaat hebben gehad. Want dan krijg je pas echt die naam mooi in beeld. Ja. Ja, daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Ik bedoel, Petrag is professional, dus die leeft van het schaken. En die betalen we dus ook voor het feit dat die speler trainer bij ons is. En dat kan eigenlijk alleen met een sponsor. Dus we zijn ontzettend blij dat dat nu 3 jaar verlengd is. En dan kunnen we 3 jaar op deze voet verder. En sinds dit seizoen ook playing captain, dus en speler en de coach eigenlijk. Hoe bevalt dat? Ja, dat is toch wel even wennen, want ik had het aan het begin al een keer gezegd in een interview voor de krant ook, dat het toch wel wat lastig is, want je moet niet alleen je eigen bord in de gaten houden, maar ook een beetje het overzicht van de wedstrijd hebben. Meestal gaat dat me wel redelijk goed af, alleen op het einde van het seizoen werd het toch wat lastiger, omdat de spanning kwam er een beetje op te zitten en dan ben je heel veel met andere partijen bezig, terwijl je eigenlijk ook gewoon gefocust moet zijn op je eigen partij. En ja, daar had ik wel wat last van, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, dus, en dat is het belangrijkste. We willen natuurlijk straks in de Europa Cup willen we weer iets moois laten zien. En dan moeten we eerst eens gaan kijken wie er allemaal meegaan. Er mogen maar 6 spelers spelen. Je kunt nog met 7 spelen met een invaller, dat kan. Maar je kan eigenlijk niet met 10 spelers spelen. Dus een enkele LSG'er die speelt ook voor een buitenlandse club. Dus het kan zijn dat sommigen nog met Gent bijvoorbeeld mee gaan spelen in de Europa Cup. Dat ze op die manier weer alle 10 aanwezig zijn daar. Maar het is nu in Griekenland en dat is een hele populaire locatie. Het wordt heel ontzettend leuk, denk ik. En dan gaan we toch kijken of we weer een plek in de top 10 kunnen krijgen. We zijn nog niet klaar. Er kan nog een mooie kerst op de taart worden gezet. Op Hemelvaartsdag is de bekerfinale. En dan spelen we tegen drie andere teams. Spelen we om de beker van Nederland. Dus eerst een halve finale en dan een finale. En we zouden dus nog de dubbel kunnen winnen. Ja, absoluut. Ja, er hangt ook een zwaard boven ons. En dat is het Denksportcentrum. We mogen hier nog een jaar spelen. Maar daarna moet er een nieuwe locatie zijn. Dus we zijn met alle andere besturen van de verschillende verenigingen die hier ook spelen, zijn we in overleg om te kijken wat er mogelijk is. We gaan met de gemeente in overleg om te kijken wat er mogelijk is. En dat is voor het bestuur en voor de vereniging natuurlijk eigenlijk het eerste. We moeten een goed onderkomen hebben.